Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 26 juni van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven de Noordzee bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Dat levert vandaag een noordelijke stroming op, met vooral landinwaarts een paar wolkenvelden in de ochtenduren, maar in het westen schijnt de zon geregeld. Vanmiddag komt op meer plaatsen de zon tevoorschijn en stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En de wind is matig vanuit het noorden, windkracht 3. Vanavond is het vrij helder en daalt de temperatuur in het noorden naar 15 graden. Landinwaarts is het nog aangenaam met 19 tot 22 graden en de wind zwakt geleidelijk aan af. Morgen komt de zon vaak tevoorschijn en wordt het smiddags met 24 tot 27 graden warmer dan vandaag. Dat is op veel plaatsen dus zomers warm, want de 25 graden wordt bereikt. Ook de dagen daarna is het landinwaarts zomers warm in de middag met 25 tot lokaal 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. Alleen langs de stranden en in de kustprovincies is het minder warm met 22 tot 25 graden. Ik ben Diana Woe van Bierplaza.